Zo op het eerste gezicht gaat het helemaal niet zo slecht met de wereldeconomie. In 2009 hadden wij nog een diepe recessie en dat zagen we aan economische krimp in alle industrielanden in de wereld. We zagen de werkloosheid hard oplopen en we zagen de overheidsfinanciën overal scherp verslechteren. Sindsdien is er een behoorlijk economisch herstel opgetreden. Dus wereldwijd is de groei terug in Europa, in de Verenigde Staten, zelfs in het Verenigd Koninkrijk is weer sprake van economische groei. In Nederland merken we dat ook. Stevige economische krimp in 2009, maar inmiddels groeit ook onze economie weer gestaag vooruit. Toch staat de wereldeconomie er als je structureel naar kijkt nog steeds niet zo heel erg goed voor. Ik noemde al de hoge werkloosheid, wat wereldwijd een groot probleem is. En hoewel die her en der alweer wat begint te dalen, is in een aantal landen de werkloosheid echt nog structureel te hoog. Een belangrijke naweef van de crisis en met name het crisisbeleid is inderdaad dat overheidsfinanciën wereldwijd nog in een vrij slechte staat verkeren. Dat zien we aan hoge en oplopende overheidsschulden en we zien het ook in nog steeds grote tekorten, ook in een land als Nederland. En als je dan kijkt wat op dit moment de grote thema's zijn die tot toch wel veel onzekerheden op de financiële markten leiden, dan zien we daar ten eerste en boven alles de financiële toestand van de Verenigde Staten. We zijn het afgelopen jaar erg bezig geweest met hoe het in Europa gaat. Maar een veel groter financieel probleem ontwikkelt zich in de Verenigde Staten. Waar de Amerikaanse overheid een hoge schuld heeft. Een hoog oplopend tekort heeft. En waarin de samenwerking tussen de Republikeinen en de Democraten dermate slecht is. Dat van krachtdadig beleid geen sprake kan zijn. Nou, de afgelopen weken hebben we een aantal hele krachtige signalen gekregen. Eén daarvan van de grootste obligatiebelegger ter wereld, PIMCO. Die inmiddels short zit in Amerikaanse staatsleningen. Dat wil zeggen dat zij speculeren op een koersdaling van Amerikaanse staatsleningen. En heel recent, gisteren nog, de mededeling van Standard & Poor's dat de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten op een zogeheten negative outlook staan. Dat is echt slecht nieuws en het is ook nog nooit eerder in deze manier voorgekomen. Dichter bij huis hebben we natuurlijk Europa. In Europa doen we het gemiddeld eigenlijk helemaal niet zo slecht. We lezen wel veel over de Europese schuldencrisis. Maar het is een schuldencrisis in een paar kleine landen in de periferie van Europa. Gemiddeld genomen zijn de overheidsfinanciën van de eurozone beter dan die van de Verenigde Staten. Beter dan die van het Verenigd Koninkrijk. En al helemaal veel beter dan die van Japan. Want Japan heeft op afstand de slechtste overheidsfinanciën van alle industrielanden. En dat hadden ze al voordat het land door de tsunami werd getroffen. Binnen Europa problemen met Griekenland, met Ierland, Portugal. Landen die hulp nodig hebben, die hulp ook zullen krijgen. Dat gaat niet zonder weerstand. We zien dat de afkeer, met name de sterke landen, van die steunpakketten voor de zwakke landen toch inderdaad wel oploopt. Ik verwacht uiteindelijk wel dat die eurozone bij elkaar zal blijven. Dat de land erin blijft, dat iedereen ook door de zuurappel heen zal bijten. En dat de euro wat dat betreft voor de toekomst bewaard zal blijven. En dat is overigens buitengewoon goed nieuws, zeker ook voor ons land. Nou, waar laat deze omgeving, waar natuurlijk nog veel meer in gebeurt. Ik hoef u niet te vertellen over de gestegen voedselprijzen. Of wat u iedere dag merkt aan de benzinepomp, dat de energieprijzen erg omhoog zijn. We zitten in een wereld met veel onzekerheden. Ook veel instabiliteit. Hoge voedselprijzen is voor ons een hinderlijk als je aan de kassa staat. Maar in landen waar inkomens lager zijn en waar mensen dus veel meer van hun inkomen kwijt zijn aan eerste levensbehoeften, is natuurlijk een stijging van de voedselprijs een drama. Het leidt tot honger, het leidt tot onrust. Het is zonder twijfel een van de oorzaken waarom het in het Midden-Oosten op dit moment zo ontstellend onrustig is. Olieprijs zal opwaarts blijven, zeker ook nu na de ramp in Japan. Kernenergie her en der in de wereld zal worden heroverwogen. Kortom, oplopende grondstofprijzen. Daarmee waarschijnlijk ook oplopende inflatie, oplopende rentes. Het zijn allemaal zaken die de komende tijd, samen met die andere onzekerheden, zullen zorgen dat het wereldklimaat nou niet echt heel erg florisant zal zijn. Nou, waar laat dit ons land? Nederland staat er fundamenteel goed voor. We maken ons veel zorgen over de overheidsfinanciën en op zich is dat terecht, is ook verstandig. Maar vergeleken met andere landen zijn de overheidsfinanciën in ons land echt wel goed. Tekort is relatief laag en het daalt alweer. De staatsschuld is weliswaar hoog, maar absoluut niet buitennissig en duidelijk lager dan gemiddeld, internationaal gezien. Er wordt bezuinigd en dat vinden we niet leuk, maar het is wel verstandig. Ons land profiteert heel erg van
hoe de wereldeconomie zich heeft hersteld. We profiteren van Duitsland. We zien dat de conjunctuur is aangetrokken. De werkloosheid is laag in Nederland. Structureel staat ons land er helemaal niet zo slecht voor. En we hebben er gewoon baat bij dat die wereldhandel weer wat is aangetrokken. Wat we op termijn wel zullen gaan merken. Ik verwacht dat de Amerikaanse dollar de komende tijd en zeker de komende jaren structureel in waarde zal gaan verliezen ten opzichte van bijna alle andere munten in de wereld. Op zichzelf is dat goed nieuws voor de stabiliteit van de wereldeconomie. De dollar is nu eenmaal overgewaardeerd. Maar voor onze exporteurs is dit natuurlijk slecht nieuws. Het betekent toch dat je concurrentiepositie ten opzichte van de Amerikaanse concurrent door die wisselkoersbeweging zal verslechteren. Het goede nieuws is voor de consument. Een lagere dollar betekent natuurlijk ook dat invoerprijzen omlaag gaan. Producten uit Amerika worden goedkoper. Maar ook producten die in dollars worden verhandeld, zoals energie, zoals voedsel. Ze worden dan enigszins geneutraliseerd door het feit dat de dollar dan wat wegzakt. Dat is goed voor de koopkracht hier binnenlands. En uiteindelijk zal het voor de Nederlandse economie per saldo helemaal niet zo'n negatief effect zijn. Kortom, de wereldeconomie doet het helemaal niet onaardig. Er zijn wel grote risico's. En in die context kun je maar zorgen dat je goed voorbereid bent van als het weer een keertje fout gaat, dat je die voor beleidsmatig niet laat verrassen door een volgende recessie. Want ergens tussen nu en 10 jaar zal die zonder twijfel weer een keertje komen.